Hallo, je kijkt naar tips en clips met Faya. Als je af en toe bloot, kun je dan ook verslaafd raken aan hash en wiet? Straks meer daarover. Nu eerst een clip van een Rotterdamse artieste. Ze is afkomstig uit Kaapverdië, kwam op haar vierde jaar naar Nederland, treedt overal ter wereld op en is onlangs zelfs uitgeroepen tot de beste artieste van Afrika. Hier is Susanna Lubrano. Als je af en toe eens een blootje rookt, hoef je niet meteen zorgen te maken. Je wordt niet zomaar verslaafd. Verslaafd ben je als je zonder te blowen een stuk minder goed in je vel zit en je het leven minder leuk vindt. Of als je bijvoorbeeld blowen gebruikt om je problemen te ontlopen. Het kan zelfs zo ver gaan dat blowen het belangrijkste is in je leven. Dit is een duidelijk signaal dat er iets niet goed zit en je geestelijk afhankelijk bent van het blowen. Maar als je af en toe een keer een blootje rookt en je hebt ook nog heel veel andere interesses, dan hoef je absoluut geen zorgen te maken of je verslaafd bent, ja of nee. Geniet er gewoon van en zorg dat het bij genieten blijft.